Hoi, leuk dat je kijkt. In deze video wil ik het gaan hebben over de timeline. Of in ieder geval een aantal dingen daaruit bespreken. Ik gebruik een beetje het opzet van de vorige video. Dus ik heb de Supertrax mode aanstaan. En ook die instellingen gemaakt waardoor je in ieder geval in verticale richting die patterns echt puur op een bepaalde track zet. Dus niet ergens halverwege. Voor het maakt niet exact uit zeg maar, of je diezelfde instellingen gebruikt. Het is meer een handigheid. Als je naar de timeline kijkt, dan zie je dat ik nu twee patronen heb neergezet. Die zijn trouwens alle twee leeg. Dus als je ze afspeelt, zul je niks horen. Maar je ziet ook dat hij begint ergens halverwege voor je gevoel. Er zit wel een verticale streep. Maar ja, daar links van heb je ook een hele hoop ruimte. Nou, het punt is dat hij begint te spelen als je gewoon op de afspeelknop zou drukken. Met een restart en speel. Begint hij vanaf het punt waar die verticale streep staat. Dus hij speelt niet vanaf alles wat daarvoor staat. Zelfs al heb je daar patronen neergezet. Dus laten we dat maar eens eventjes gaan proberen. Dus ik selecteer even het onderste patroon en ik ga switch eventjes naar de modules en ik pak een module. Even kijken. Dat is prima. Even terug. Dus ik ga nu een aantal nootjes gewoon maar even wat invoeren op basis van die module. Dus even kijken. Nou, gewoon maar. Kijk, ietsje. Dus als ik dit nu afspeel. Ja, dat is vrij simpel. Stel nu dat ik die hier naartoe zou verhuizen en ik zou gaan afspelen. Dus ik druk op die knop. Nou, dan speelt hij dat andere patroon waar op dit moment nog niks in zit. Nou, dat kan handig zijn als je een patroon tijdelijk even wil parkeren. Dus je hebt een stukje muziek gemaakt, maar ja, je kunt het op dit moment even nog niet inzetten. Je bent niet helemaal zeker waar het precies moet. Of je wilt het even bewaren. Omdat je een stukje eruit wil hergebruiken ergens anders. Dan kun je dus al die patronen kun je aan de andere kant neergooien. Dan worden ze niet gebruikt. Worden ze ook niet gerenderd op het moment dat je hem als wavefile gaat opslaan. Je project. Het is een soort bewaarbak. Kan makkelijk zijn. Op het moment dat je hem hier neerzet, dat ligt natuurlijk een beetje voor de hand. Als ik hier in het andere patroon eens even kijken, pakken we een. Kijken wat even een pad. Eentje die. Dat is prima. Stel dat we op basis daarvan even dat patroon gaan vullen. En dan kiezen we voor een G-akkoord. Sorry, edit. En dan en die. Als je hem nu afspeelt, dan gaan ze dus alle twee tegelijk. Ja, want het is verder niet heel bijzonder dat elk muziekprogramma werkt op die manier. Dus ook Synvox. Je kunt een patroon op twee manieren muten. In ieder geval in de Supertrax mode kun je dat doen door het hele spoor te muten. Als ik hem nu afspeel, heb je weer alleen de onderste. Ja, of die. Je kunt ook één enkel patroon muten. Dat doe je via het menu en dan zeg je toggle mute. Maken uiteraard. Nou, je hebt ook nog een solo waarbij je dan alleen dat patroon afspeelt.
stel nou voor dat je een patroon wil hergebruiken. En dat kan natuurlijk. Stel je dit G-akkoord, dat wil je een aantal keren achter elkaar gebruiken. Dan heb je de mogelijkheid om het te kopiëren. Je kunt copy en dan paste doen. Maar er is ook een clone optie. Het voordeel van die clone optie is dat je eigenlijk maar één keer het patroon definieert. En stel dat je dan het vervolgens zegt van, nou, er moet toch iets aan veranderen. Dan hoef je het maar op één plek te wijzigen en alle clones die gaan daar gelijk in mee. Dus stel dat ik hier een, ik maak hier een, ik ga hier een hele hoge neerzetten. Ja, die andere clones die zijn gewoon hetzelfde. Die pakken dat gelijk mee. Stel nou, je hebt het een aantal keer gekloond en je zegt van, ja, maar die laatste, dat wil ik dan eigenlijk toch. Dat die moet wel, ja, die wil ik editen, maar ik wil niet dat zeg maar alle anderen meegaan. Nou, dan kun je die vervolgens weer detachen. En dan staat die weer helemaal op zichzelf. En dan kun je, ik wil die toch gewoon weer naar wat het eerst was. Dus deze is dan weer de hoge en die is wat ik net heb gewijzigd. Uiteraard kun je een patroon ook deleten. Er ligt allemaal redelijk voor de hand. Deze patterns zijn nu wit met een plaatje. Het plaatje wordt gegenereerd. Dat kun je editen. Aan de onderkant. Je zegt van, ik wil. Je kunt het alles van maken. Je kunt clearen. Je kunt zeggen, dit ervan maken. Kleur kun je aanpassen van de voorgrond en achtergrond. Wat je maar wil. Het is ook mogelijk om een naam te geven. Dus X, Y, Z. En dan kun je ervoor kiezen om er geen icon aan te koppelen. No icon. En het enige wat hij dan doet is de achtergrondkleur tonen. Met je tekst erbovenop. Close. Heb je dus X, Y, Z staan met die achtergrondkleur. Ja, het is net wat je handig vindt. Soms is het prettig om gewoon echt even met een woord aan te geven wat er in dat patroon staat. En soms is kan een plaatje handig zijn. En je hebt daar dus de vrijheid in. Nou, patterns kun je, die hebben standaard een bepaalde lengte, volgens mij 32. Die kun je vergroten tot 512 of misschien zelfs nog wel meer. Ik weet echt niet wat het maximum is. Nagelang wat je wil. Soms kan het een voordeel hebben om hem te vergroten. Stel dat je er 256 van maakt. Close. Nou, dan heb je nu een enorm patroon. Stel nu dat je op een of andere manier een opname hebt. En ik wil hem eigenlijk gewoon alleen het laatste stukje ervan gebruiken. Dan heb je de mogelijkheid om te splitsen. En dat gaat door middel van, even kijken, slice. Je selecteert het patroon, het slice, en dan heb je hem in tweeën geknipt. Het is niet mogelijk, voor zover ik weet, om twee patronen ook weer te mergen. Dat is erg jammer, maar daar zit het niet in. Dus je moet even goed nadenken over wat je wil. Goed, dat was het voor voorlopig wel even. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En tot de volgende keer.